Nu hebben we dit de hele tombe gekleerd, toch? Ja, volgens mij wel. Ja, alleen die stukken daar links en rechts, dus bij die waar je die monsters hebt bevechten om bij Withers te komen. Maar de rest is volgens mij clear, denk ik, toch? Is het daar bij Withers nog? Zijn er daar nog dingen die interessant zijn? Niet dat ik weet. Ik probeer even heel hard na te denken, maar het is wel even geleden dat ik dit allemaal gespeeld heb. Volgens mij niet, maar... Ja, we kunnen daar naar buiten. Dan denk ik dat het hier gewoon klaar is. Andere kant op, denk ik. Oh nee. Hier links en rechts hadden jullie ook al alles gehad, ja. Jij bent gewoon naar buiten gelopen, toch? Ja. Bij de... Ja. Ancient Sigil, Overgrown Ruins. Nee. I can play music now. Boom. Don't know how, but I have an instrument. Okay, what now? Richting the Emerald Grove? I guess. Sure. Lead the way. Whoa. Oh. Die spande opeens. Ja, ik skipte gewoon een stukje door naar Roadside Cliffs te gaan. Fast travel, I guess. Hoe doe ik dat nou weer? Als je bam, de map, en dan zie je op je map overal van die kleine gele draaikopjes. Ja, als je daar klikt, dan insta travel je naar dat plekje. Oké. Okay. Saving, Nee, dat is een goed ding. Het is goed dat ze saven. Weet je dat er actie komt? Oh, dat is heel succesvol. Open the bloody gate! Nobody gets in! Oh ja. Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please, there's no time! Uh-oh. By the nine hells, open the gates! He dead. Damnable roach. Daar is onze volgende buddy. Captain Jack Sparrow. Soort van. Eigenlijk wel. Tegengestelde van, maar hey. Wait, yo? Mijn initiative was 7 en ik ben als eerst. Ja. Oké. Okay. Dan is de rest helemaal kut. Ik ben echt bijna als laatste. Sad.
Ik zit in het midden ergens. Ja, gelukkig speel ik ook Shadow Heart. Dude. Hoppatee! Zo, klaar. Oh, wel. Geef me al je loot. Van meer interessant kan ik niet doen, dus. Au. Oh, nice. Ik denk dat ik met mijn andere character nog nooit ben gevallen door Grace. En nu ga ik echt gewoon kapot. Ik had dat in mijn eerste playthrough ook, dat ik echt iedere stap die ik zette onderuit gleed. En toen dacht ik echt, oké, ik blijf hier wel staan. Let's see. Heb ik disadvantage? Oh, vanwege difficult terrain, hè? Ja. Yep. Oké. Oh, 11, hotse vlot. Netjes. Toch werkt het. Ik heb zo weinig movement, ik haat het. Ik kan helemaal niks. Ik heb niet eens een bow. Well, trouwens, ik heb net al een light crossbow geloot. Misschien dat ik die kan equippen. Ik had je al in je equipment had ik jou een bow gegeven. Oh, daar heb ik gewoon niet goed opgelet, maar ik heb er nou eentje. Ik denk alleen niet dat ik ver genoeg kan schieten. Nee, ik mag niet meer. Oké. Dat was zo dramatisch. Heb je zo'n Eldritch Invocation grap? Ja. Yeah. Dat hij mensen wegduwt. Ja. Ah, nice. Waarom doet een NPC op melee een piercing shot? Omdat NPC's dom zijn. Zijn NPC's. True. Nice. Nice. Thank you.
Oh. Ik denk niet dat ik zo ver kan schieten. Oh, val mee. Hell yeah! That was the last of them. Inside, all of you! Hello? I got it. Oh, level up. Ja. Yeah. Dat wil ik eigenlijk wel even doen. Ja. Yeah. Ik ook even snel levelen, dus... I got a stuffed bear? The fuck? Oké. Okay. I looted it of the hobgoblin. Gaat zo snel level up als je zo low level bent. Oeh, packboon! Let's go! Ooh, I can now speak with animals. Oh, fuck, I'm too far gelopen. You fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Ik heb jullie input hier even voor nodig, dus ik wacht even. Wat wil je weten? Nee, gewoon, ik dacht van, dit is mijn gesprek, dus. Oh, nee, ik dacht dat je iets met het levelen, maar je was gewoon even aan het wachten op de, vandaar. Oké, ik moet nog even Shadow Heart levelen. Dat is oké. Ook al ik toch nog heel even mijn inventory. Oh, that's dope. I got gloves of power. On a melee hit, possibly inflict a 1d4 penalty to the target's attack rolls and saving throws. E. I will join you in the conversation. And who the hell are you again? Show some respect. This man saved your pathetic life. That. Well, I didn't ask for any goddamn help. Yeah. Everything is just an asshole. To open the gate. Yes, anything to save yourself, you. I punched him in my first playthrough. The human's eye twitches. In my first playthrough, heb ik ze elkaar gewoon laten slaan. Ooh. Take a swing at the tiefling? Nee, natuurlijk niet. Nee, dan naar hem, naar Eredin. Ooh, 16 to it. Ja! Oeh! Get smacked. Kaboom! Je mag die je laten schieten met een praat op de brug, maar het was very satisfying. Boeien, ik dan mag hem ook praat niet. Een van jullie maar met hem. Oké, Seth, Lord, okay, immediately, it. Maar ik ga eerst nog even met andere mensen praten, if you don't mind. Oké, okay, even een gesprek hebben hier boven op de brug. Wacht, hè. Als ik omhoog mag. Ik mag niet omhoog! Waarom mag ik niet omhoog? Waarom niet? De game glitcht. Waarom mag ik niet? Ah. Er staat daar namelijk die ene dame die later die goblin in die cage gaat bedreigen. Hij ziet aan het ademen, hij heeft twee arrows in zijn borstkas. Wat dacht je zelf? Is
Someone's going to pay for this. Arca, no, wait! What are you doing? En waarom hebben we dit gedaan? Ah, vond ik leuk. In mijn eerste playthrough maakte ik de fout om het lichaam van Canon te looten. Dat vond ze niet zo leuk. Oeh. Toen werd ik al een beetje met de nek aangekeken. Glad you made it in. We might have to. But I'd feel better if we at least knew how many are out there. The sooner we leave for Baldur's Gate, the better. If the road was clear, a 10 days walk maybe? But while the goblins are out there, it might as well be the other side of the world. Nee. En wat nou als ze nu... De totem jatten! Nee. En dan... Totem in Nederland. Heb je nou in je eigen playthrough nog verder gespeeld? Weet je waarom nou... Nee. Nou, waarom het jatten van die totem een slecht idee is? Nee, ik heb niet meer verder gespeeld. Oh, dat zal ik opletten met wat ik zeg, voor ik onbewust spoilers geef. Ik hoorde dat als je ergens via boven de ergens afspringt, dat je Karlak nu al kan vinden. Oh ja, I guess. Het voegt nog niet heel veel toe, want je hebt de hele questline nog niet, zeg maar. Ik heb namelijk Will ook nog niet, en... First I damn near die at the hands of goblins. Excuse you? Whoa. I'm done with this hellhole. Bitch! Those two must have history. Get a spell, Milan. Ah. You acted quickly. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Well met. I should warn you. Visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though? I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. Let's not forget why we're here. No point in wasting precious time on a lost cause. Shadowheart is so bitch. Debt. Yeah. If we're forced to leave now, beter, maar... we yeah, that's bad. City. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Oké. Okay. Shall we go meet Auntie Ethel? Sure. Mag ik heel even snel stoppen bij... hoe heet het? De merchants. Hier. Oh ja, sowieso. Refugees, adventurers, well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. As I said, it's a drastic measure, but the survival of the grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. Bullshit. I pray no goblin arrow has grazed you. Nettie could put you to rights.
She should be with the others in the inner chambers. But I doubt she'll be taking on new patients. The Grove will be locked down soon. Just some bits and bobs I no longer need. Can I also see what he's selling? Apparently not. Als iemand anders met een merchant staat te praten, dan moet je wachten tot hij... Ja, blijkbaar. Dan ga ik wel een anti-etel. Maar ik ben in principe klaar, dus als je wil kun je erbij. Refugees, adventurers, no one in years and suddenly we're overwhelmed. Wait, can I talk to the rat? Well met. And thank you. Is there anything you need? Act fast if you do. Just some bits and bobs I no longer need. Wow, wat heeft hij allemaal? Je had geen zin in deze dialoog of wat? Ja, ik ken dus ik ken de dialoog al. Ik heb deze dialoog nooit gehad, omdat ik haar later pas onderweg tegen. I'm sorry. Nee, it's okay. Maar ik dacht, hè, waarom skipt hij? En toen dacht ik, oh. Jij durft. I have received a potion of greater healing from her because I drank her potion. Maar je weet het hè, anti-Ethel, don't twist her. I know. No, I'm not gonna buy anything from her. I want soup. Good soup. Thank you. There's a rat to talk to, but I can't. Hiss! Oh, he hisses at me. Root! Oh shit. I failed. Sylvanas, guide your path. Maybe you can talk to the rat, Margit. Zometeen, ik ben heel even in gesprek. Oeh, ik heb een gratis battle axe. Of sorts. Er loopt een rat rond die geel omringd is. Maar je hebt een gratis battle axe gekregen? Ja, er is hierbij, als je dat platform hebt waar die tieflings staan te trainen. Ja. Dan is er één zo'n kerel die staat met een dummy te vechten. Als je een gesprek met hem begint, dan zie je dat hij heel hard faalt. En dan geef je hem een paar tips over hoe hij beter moet vechten. En als een show of thanks geeft hij een gratis wapen. Like, ooh, I found this on the road, maybe you should have it. Ik ben hier rat aan het zoeken, maar ik zie hem niet. Ik ben met een rat aan het praten, alleen ik had animal handling, had ik niet hoog genoeg gehoord. Zij histen naar me. Ik heb speak with animals, wat ik kan doen als ritueel. Is dit die rat? Hier, waar ik nu sta? Nou, hij is nu weggelopen bij mij. Oh, ik zie een rat daarbij aan die Ethel, maar ik weet niet of dat degene is die jullie bedoelen. Ja, dat denk ik wel. Daar was hij bij mij ook, namelijk in de buurt. Oké, ik ga speak with animals casten. Ja, daar is hij natuurlijk weer weggerend. Godsamme. Oh, daar is hij.
Hallo? Stay back. Hij zegt stay back. What's wrong? What's wrong? Nothing's wrong. Just get back. Ow! Oh, my tooth. Aww. Oh, laugh at him. So rude. It's the front one. I chipped it on the evil thing. In the box. Follow me, I'll show you. Oh, we moeten hem volgen. Yep. Dit is waarom ik speak met animals. Oh. Oh, maar de rat zit in een, achter een locked door. Misschien kan ik hem openen. Oh nee, want dan breek je in. Ja, dat vinden ze niet zo leuk. Tenzij je het stealthily doet. Dus eigenlijk met C en dat je echt je gaat verstoppen en zodat niemand het merkt. Wacht, kun jij F5 drukken voor mij? Dat kan ik, een momentje. F5. Ik ga dan namelijk even stealthen en kijken of ik in kan breken als het nou heel hard fout gaat. Wait, ik weet een manier om daar binnen te komen, maar... Ja, je kan er ook binnenkomen via die tunnels toch, of zo? Well, maar ik ben heel even met Will aan het praten. Jack Sparrow. Is er ook niet een ox waarmee je kan praten? Ja. Ja, de weird looking ox. Kijk of je mij herkent. Of in ieder geval dat ik de ox herken als iets apart. You were on the ship. Inside failed. Ja, damn it. Doomed to shed our skin, but we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. There's something strange about this box. What is that? Yes. Maar ik heb een intelligence van min 1. Oh. Oké, ik kan dit. Ik ga goed rollen. Voel het. Ik rol een 7. Oef. De difficulty was 10. Advocatus Diaboli. The devil's advocate. A champion in the bloodline between diabolical forces and demons. I love that he just goes moo. Ja, oké, het gaat niet lukken, helaas. Niet goed genoeg gehoord. No stranger to the infernal. Maar we komen hem vanzelf weer tegen in het verhaal. Better to slay a devil before her fires burn common folk to ash. Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the mind flesh. I keep failing things, or is it you that is failing things? Nee, ik heb hele slechte perceptie en wisdom. En ik was hier met dat kindje aan het praten vlak bij die ox. En als je dan goede perceptie hebt, dan zie je die entrance naar die cave. Alleen, ik heb hele slechte perceptie, want ik heb mijn wisdom en intelligence sucks. En mijn charisma ook. Just so you know, ik ben heel stom, maar ik doe wel veel damage. You'll need to make still when the time comes, call for the a splendid plan. Classic barbarian. Oké, okay, maar ik weet hoe we daar. Ik kom ren. Ik kom ren. Oh, je wil hier langs lopen, ja, yeah, fair. Maar dan moet je ook lockpicken. No? Oh. Oh, willen we er laten leven? Nee, ik geef echt geen fuck om deze goblin. Oké. Okay. Is that everything? Put it down. She can't fight back. En als je probeert te persuaden, maar je faalt, wordt ze boos. Ja. Kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, tiefling. If you ever had it to begin with. Vorig jaar deed ik die. Oh, heeft een van jullie nu gestemd op nummer 3? Ik? Ja, ik heb gestemd op nummer 3. Wat denk jij, Milan? De vorige keer heb ik gestemd op Step Between the Crossbow and the Goblin. Maar als we er niet willen laten leveren, dan zou ik gewoon de onderste doen. Doesn't even matter if you kill me. I'm chosen by the absolute I am. I'm blessed. Here it comes. You little beast. Oh, she actually did it. Woo! Hooray! Ik haalde twee dingen door elkaar op. Dus het is die cel hier helemaal links. Daar kun je ook uitkomen als je op een bepaalde manier loopt. Ik dacht dat je daarop doelde. We gaan zo meteen nog die deur ingaan daar. Maar eerst
naar die plek waar jullie heen wilden. We willen de volgen waar de werd naartoe is gegaan, Milan. Wacht. Wacht, niet te dichtbij komen, niet te dichtbij komen. Ik blijf hier staan. Oké. Dat zei echt net op tijd, holy shit. It said kaboom. Ja, ik wachtte met totdat je stopte. Ah. Waarom gaan jullie zo snel? Betty boy. In the chest. Evil things in the chest. Stop! This place is off limits. Leave. The funny cadaver! Damn it! Was inventory today. I'm sorry. Nerves are shot after the attack. Do what you gotta do. Sorry if I don't show you around. I just fall back down. Legs are as steady as a foal's. Bloody potion! She can't come after you, take her bag and leave! So fast. No! I'm just an idiot. I wanted an edge against the goblins, and I got it. I'm as strong as a bugbear. And fearless. But the old lady, she warned me of side effects. Should have listened. Now I'm stuck guarding crates. Crate guarding is a serious job. Deadly serious. Still, the sooner this wears off, the better. Oké, okay, mag ik die crate nou gewoon looten? Ze zei dat we overal aan mochten komen. Ik ga het gewoon proberen. Oh! Bitch, je zei dat we overal aan mochten komen en je roept nu guards. Maat. This is a restricted area. Time to explain yourself, or this guard will be restricting you to a cell. Right, to talk your way out of it? Convince them you belong here. Ja, dat is allemaal slecht. Nee, ik wil... Yup, sure. I'll take it. Kom op! Why is it? I see nothing. Natural 20! Nice! Critical success. Ik vind het wel een beetje gemeen dat die chick zei dat we gewoon alles moesten doen toen een boos werd. Een beetje misleading. Best not try that again, lest your actions speak louder than your words. Maar de deur is nu in ieder geval open. True. We hoeven niet meer moeilijk te doen om eruit te komen. Zegt die rat nog iets interessants of alleen? Oké. Nope. Maar we moeten weer even terug naar de cliff waar we net waren. Want er was daar een deur. Oh, en even staat zij aan het looten. Ja, dan moet je eerst de deur unlocken. Gaan we daar echt een lockpick aan wasten, want zij heeft niks interessants waarschijnlijk. Oh, nee. Er zat niks in haar body. Oh, oké. Okay. Af die aan, toen ik... Oh, ga je nu weer die kant op? Ja, waarom? Ja, er is daar een deur tevoorschijn gekomen. Oh. Wat? Oh, Shadowheart was het niet eens meegegaan. Oh, daar zo. Stone door. Oké. Oh, what the fuck? We moeten wel even saven. Niet, nog niet doorlopen, nog niet doorlopen! Ik ben nu pas binnen. Saving. Oké, zie je die blauwe shining rune op de muur? Ja, die moeten we disablen, want anders worden we gelaserd toch of zo? Ja, klopt. I do love lasers. So stealth or something? Wait, zijn hier mensen? Ja. Toen ik hier was, was het niet. Ja, I guess. Maar ik ben hier ook pas veel later gekomen, so I don't know. Ja, oké. Run! I am. Oeh. Auw. Okay. Explosion. Ja. Yeah. Oh! Die beer. Schiet. Oh. The glowing statue. Okay, er zijn nu goblins, dat had ik toen ook helemaal niet. Oké, okay, fight I guess. Allemaal. Oh, misschien kunnen we Vindel nog redden. Hij was hier dood toen.
Ja, ik vond hem inderdaad. Oh, hij zegt hij heeft nog één health. Rip. Time to rage. Wacht, wat? Dat is één dood. Wauw, oké. Oh, er staat er ook nog eentje bovenop. Ja. Valspeler. Hoe triggeren zij niet die andere beesten? Bitches. Oeh, ik kan nu Inferior Legacy Hellish Rebuke doen. Moet ik dat doen? Do it. Wow. Ja, daarom. Oké, kan ik nu eindelijk... Oh, net niet genoeg movement. Het is zo disgusting. Wacht. If I jump. Reckless attack. Oh, oké. Het werd niet eens gegund om te slaan. Ze waren allemaal dood. Oh, kut. Oh. Oh, nee. Stel dat als een ontploffing, dan waren we nu... Kaboom. Zal ik Shadowheart hem laten healen? Ja, doe maar. Open up. Hij staat op. Dat is goed. Oh, en hij hield zichzelf verder. Doe nu verder? Oh. I must tell the others what happened. I step careful. There are traps in these tunnels. And thank you again. Ja, dit had ik inderdaad ook niet in mijn playthrough. Nee, nu hebben we hem gered. Ik vond het inderdaad gewoon een dead body. Nooit bij stilgestaan dat dat... Time to loot. Oeh. That might be worth a look. Scrolls. En lockpick sets. En healing potions. Kan een van jullie even bij jullie ergens in de buurt een rune uitzetten? Ja, dat kan ik. Oh, zo, dat was echt Jinx. Ik heb een rune uitgezet. Thank you. Oeh, heavy chest. Oh, dit vind ik naar. Ik kwam in de buurt van de chest en het zei perception failed. Is he trapped? Ik heb een key, misschien. Oh. Oh. Magic pockets. Nice. Automatisch, well done. Heavy chest. Kan iemand hier iets mee? Laat ik eens even kijken wat ik heb gepakt. No. Ik heb een... hoe heet dat? Een quarterstaaf, maar ja, niemand van ons is echt een druid. En een bronze goblet. En ik heb wat scrolls. Zullen we gewoon terug, of? Ik dacht dat ze gewoon deze kant de tunnel weer uitliepen. Zeg maar als perception. Failed. Dat, maar dan zijn we niet meer de grove, in de grove. Fair, maar... Kom je dan niet uit bij de... Die druid dingen? In de grove? Nee, je komt niet... Volgens mij is dat een andere, toch? Nee, ik dacht dat deze was. Volgens mij wel. Oh, nou, we zullen zien. Geheime tunnel. Nee, hey, you're right. Dit is niet degene. Ik dacht echt dat dit degene naar de. Zeg maar naar dat plekje was waar je ook die idol hebt en zo, maar je komt nu weer uit op de weg. Fair enough. Let's go back. Heb ik nog iets net als? Nee. Ik ga trouwens niet al te lang nog doorspelen, want ik heb wel vroeg een afspraak. Yeah. Dus, Ik moet morgen werken, dus. Dat is ook best belangrijk, ja. Anders wordt de baas boos. Aha. Was trouwens vandaag de nieuwe stagiaire begonnen? Yes. Hoe ging dat? Ging alles goed? Ja, zeker. Nice.
Oeh, we gaan naar beneden. Herbs of spices die nog nuttig zijn. Oh, that's not good. Exploding plants. Ik wacht hierboven wel. Want my perception is ook verschrikkelijk, dus. Kijk. That's better. Nothing. Nothing to see. Useless. Oh, plant. Gelukkig dat we daar niet doorheen liepen. A few words for the kids. Spare a story or two. Zullen wij zo er een eind aan breien? Ja. Kijk maar nog even dit gesprek af, wat ik met een van die tieflings heb, en dan kunnen we stoppen. Dat is goed. Hey, 15 XP, woe! Het is hier zo heet. Ik weet het niet. Oké, press maar op F5 en dan kunnen we stoppen. Ja? Ja. Nice. Zo, nou ik ben al, ik ben ongeveer hier gebleven toen ik hem zelf speelde. Alleen hebben we al veel meer explored vandaag, dus dat scheelt. Nou, nice. Dan als we misschien de volgende keer spelen.